Weet jij wel wat zij voor mij betekend heeft? Kende je haar? Nou, nee, niet persoonlijk. Maar door het lezen van haar boek ben ik journalistiek gaan studeren. En zij is gewoon jouw buurvrouw. Ja. Ze schrijft al lang geen boeken meer. Nee, ze is arts geworden, toch? Ze heeft de allereerste abortuskliniek geopend in Nederland. Nou, dan zal ik ook maar meteen opbiechten dat we in de jacuzzi zijn geweest. Zij ook. Ja. Nu moet ik ook echt alles horen. Hoe komt het dat jullie zo bevriend zijn geraakt? Oh, weet ik eigenlijk niet. Ze voelt niet echt als een soort van oma. Maar misschien een beetje als een moeder.